Welkom allemaal bij de loting van de selecties van de TCT Derby der Tweejarigen. We zijn vanavond te gast bij de studio van Wolvega Live. En hier buiten op drafbaan Victoria Park worden nu vrijdag 29 oktober de series verreden van de TCT Derby. En ik doe de loting vanavond niet alleen, want naast mij zit Roelof Kromkamp, voormalig toptrainer. Roelof, welkom. Ja, goedenavond. Roelof, jij bent hier, woont hier dichtbij als wijkbewoner van Wolvega. 500 meter. En je mist eigenlijk helemaal geen één koers die op Wolvega verreden wordt. Nee. Hoe kijk jij als liefhebber aan tegen die Trotten Classics Tour? Nou, het is natuurlijk geweldig. Het initiatief alleen al. Ik bedoel, maar hoe meer prijzen geldt, hoe beter het is voor de tweejarigen. En de fokkerij wordt steeds beter. En de tweejarigen worden steeds beter. Dus dan wordt het geld ook in de hoogte. En dan kunnen ze wat verdienen. Ja, exact. En dan is het ook nog mooier dat ze als 3- en 4-jarigen ook nog door kunnen staan. Ja, tuurlijk. Maar ja, dat ligt aan de trainer. Hè. Je moet ze heel houden. Ja, precies. Roelof, jij stond vroeger bekend als een trainer die veel oudere paarden op heel lang niveau bracht. En op goed hoog niveau, veel koersen gewonnen. Was je ook veel succesvol met tweejarigen? Ook wel, maar ik was persoonlijk niet zo'n man van de tweejarigen hoor. Ik heb wel met tweejarigen koersen gewonnen, zo, kampioenschappies. Maar ja, de oudere paarden is het mooiste. Ja, exact. En ongeveer ter vergelijking, in wat voor tijden liepen de tweejarigen in jouw tijd? Is niet meer te vergelijken. Gingen die 18, 19? Of nee, had je dan ik weet nog wel, ik woonde met Roos en Drieke voor 40 of 50 jaar terug op Groningen. Dat was 1300 meter in 19, nou dat was toen nog wat. Andries van der Blonken, toen Regina aan over, die ging ook 19 of nog ietsje harder. Nou, dat was geweldig. En dan over 1300 meter, hè? Ja, ja. En als je wil schatten hoe hard de tweejarigen in de series vrijdag gaan? Ja, 14, 15. Kijk, ik heb die van Dion gezien. Nou, wat een beestjes, hè. Ja, precies. Geweldig, geweldig. Nou, een haar hoort dat er weer een paar. En het zijn leuke, goede paarden. Ja. Verschillende trainerstallen die allemaal vertegenwoordigd zijn vandaag. Ja. We hebben 19 tweejarigen die zich uiteindelijk hebben aangemeld. Ja. In eerste instantie waren dat er 20. Vanochtend zijn er 19 geworden. En die worden verdeeld over twee selecties. Ja. Dus, eentje met 9 paarden en één met 10 paarden. En elke serie die is gedoteerd met €5.000 prijzengeld. Ja. En de eerste 6 aankomen in beide series, die kwalificeren zich voor die finale op 12 november. Ja, dat is met de gigant. Ja, klopt. Ja. Inderdaad, als we hier de giganten hebben, dan hebben we ook die TCT Derby. Ja, precies. Dat belooft een fantastische dag te worden. En dan ben je natuurlijk ook van weer ja, gast. Ja, tuurlijk. Kijken we naar uit. En voor de paarden die zich niet plaatsen in de series, daar is er ook een troostfinale. En die wordt ook verreden op die dag van de prijs. Ja, super, super. Zo kan iedereen nog een beetje verdienen. Ja, precies. En voor de finale is het totale prijzenpot €44.000. Ja. Dat klinkt toch heel mooi. Ja. Nou, de NDR die heeft op het kantoor al een verdeling gemaakt tussen de twee series. Ja. Er zijn heel veel rijders, trainers, eigenaren die meerdere belangen hebben in de TCT Derby selecties. Daar hebben ze zo ingedeeld dat die paarden elkaar al niet treffen. En ook zodat de paarden met de meeste winsommen elkaar ook zoveel mogelijk ontlopen. Ja. Dus we hebben twee mooie koersen, 1 met 9 en 1 met 10. Ja. En Roelof, we beginnen met bak nummer 1 en daar zitten 9 namen in. En vervolgens ga ik daar een nummer bij trekken. Alleen wat schudden. Even kijken hoor. Zeg het maar, Roelof. Ja, wat betekent het zeggen? Majestic. 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 Paard van Arnold Mollema. Die heeft laatst in Duitsland goed voor bedacht, of niet? Ja, klopt. Ze heeft al volgens mij 2 koersen gedaan. Ja. Gaan we een nummer bijstellen. Die heeft startnummer 1 in de derby selectie. Nummer 1, Majestic, de 1. Ken die weer? Ja. Dan gaan we weer door. Hurricane, paard dat al 2 koersen heeft gewonnen. Ja. Gaan we ook een nummer bijpakken. Ken Robin weer even mee. Nummer 2. Voor Hurricane en Robin Bakker. Nou, die won de laatste keer met Rick, hè? Ja. Heel sterk. Ja, zeker. Toen Robin geschorst was, nam Ebbingen de honneurs waar. En dat zag er zeker goed uit. Pride of Bow. Pride of Bow. Die wordt gereden door Marciana Hauber, stal Habo. De enige Duitse starter die vandaag aanwezig is. Ja. Vrijdag. En die krijgt nummer 9. Dus het enige paard in het tweede gelid in Derby Selectie 1 heeft nummer 9. Dat is jammer, hè? Ja, het moet wel één. En hij is als enige, dus hij kan goed rustig wegrijden zonder paarden om hem heen. Crazy Musculus.
Crazy Muscles S. Paard van Tjalko de Witte in training bij Age Postumus. En die loodt nummer 5. Crazy Muscles op nummer 5. Mr. Vredebest. Mr. Vredebest. Laten we maar even zien, Roelof. Rick, denk ik, hè? Rick, denk ik, hè? Ja, Rick Hebbingen. Een debutant van de familie Westgeest. Ja. Nou, de laatste jaren goede paarden. Die krijgt de nummer 7. Mr. Vredebest op nummer 7. En dit is Mistraal. Mistraal. Niet Nora, maar... Paard van Dion Tesselaar, Geert van Keulen. Ja, groot paard, dacht ik. Ja. Heel mooi paard. Heeft al goed gekwalificeerd. Ja. Die krijgt nummer 6. En Mistraal wordt gereden door Jeffrey Miras, de secondant van Dion Tesselaar. Ja, die kende het ook wel. Magnum de Liton. Magnum de Liton. Paard van Stal PD. En die gaat op nummer 8. Zal er niet blij mee wezen. Aan Bas Schree was de taak om naar de finale te loodsen. De eerste 6 gaan dus door naar de finale. En dit is hem, hè? Geocache. Geocache. Roelof, voor mij bedoelde je dat paard die heel erg indruk op jou heeft gemaakt in Zweden? Ja, die heb ik gezien in Zweden. Oh. We hebben er nog nummers 3 over. En nummer 3 en 4. En Geocache komt op nummer 4. Geocache dus met nummer 4. Zo'n paard droom je van. Dus Tesla, je weet het. Wie is het laatste paard in zijn derby selectie 1? Diapason. Diapason. Paard uit de stal van Paul Aaghoort. Goed te zien zo. Dus de nummer 3. En dat klopt ook, want dat is de enige die nog over is. Start nummer 3. Ja, Roelof, laten we het veld nog even 1 keer doornemen. Nummer 1, Majestic met Tom Kooijman. De 2, Hurricane met Robin Bakker. De 3, Diapason met Micha Brouwer. De 4, Geocache met Dion Tesselaar. De 5, Crazy Muscles S met Jaap van Rijn. De 6, Mistraal met Jeffrey Midas. De 7, Mr. Vredebest met Rick Ebbingen. De 8, Magnum de Liton met Bas Krebas. En nummer 9, Pride of Bow met Marciano Hauber. En Roelof, dan wil ik je graag vragen om een kleine voorspelling te maken van deze eerste selectie. Nou, daar gaan we hoor. In 4, 2. Nou, en dan moeten ze het maar uitzoeken. De paarden Geocache is er al, en Jeffrey, ja, Dion en die van de Robin Bakker, Hurricane. Ja, Dion werd de laatste keer net geklopt door Hurricane. Weliswaar niet met Geocache, maar met Mystical Spell S. En dat paard heeft toen heel veel indruk gemaakt dat hij buitenom mee te doen. Ja, en het zijn natuurlijk 2-jarigen. Het is altijd, dat hebben we gisteren wel gezien. Ja, het kan ook bij wijze van spreken wat achter de auto gebeuren. Ja, precies. Ik bedoel, maar daar reken je niet op en een mooie prijs. 9 paarden, mooie eerste selectie. Ja. Nou, Roelof, dan wil ik je graag vragen om bak nummer 2 erbij te pakken. Ik zal deze hier weer in doen. Dan zorg ik dat alle 10 nummers weer... Dan gaan we deze bak wegzetten. En dan hebben we de nieuwe bak weer. Nieuwe bak. En in de derby selectie nummer 2 staat er dus 10 paarden. Ik zal nog even een beetje rommelen, want anders denken ze natuurlijk van we hebben het weer in elkaar gezet. Ja. Zie? We zijn onafhankelijk, Roelof. Dat is het mooie dat wij het zo samen kunnen doen vanavond. Ben je er klaar voor? Ja, we zijn er klaar voor. Miss Effect. Miss Effect. Ook uit de training van Age Postumus van de familie Glas. Daar gaan we een nummer bij zoeken. En die heeft nummer 9. Miss Effect nummer 9. Met Jeffrey Miras overigens. Het tweede paard. Moses Boko. Moses Boko. Paard met veel talent uit de stal van Langeweg, maar ja. Een keer een fout gemaakt en 1 keer zat hij vast. Ja. Gaat wel veel een grote roep vanuit. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Ja. En Moses Boko gaat naar start nummer 7 met Jaap van Rijn. Mystical Spells S. Mystical Spells S. We hebben het net al even aangehaald. Van de familie Maleiske. Training bij Dion Tesselaar. En die gaat naar nummer 5. Mystical Spells S. Met Dion Tesselaar nummer 5. Mario Flevo. Mario Flevo. Van Team Hamming.
nieuwe eigenaar in de sport, meneer Mever. Dat zijn altijd leuke dingen, Roelof. Ja, daar moet je van hebben. En Mario Flevo gaat naar nummer 8. Mario Flevo met Niels Jongejans op de 8. Dat is lang geleden, denk ik 2 jaar gehad. Ja, dat is hartstikke leuk. Pearl Vrijthout. Die kennen we wel, hè? Ook 2 keer gewonnen inmiddels. Ja, superpaard. En makkelijk winnen. Ja, absoluut. En Pearl Vrijthout gaat naar start nummer 4. Met Robin Bakker. Mireille Charisma, uit training van Danny den Dubbelde. Heeft inmiddels al een koers gelopen in Hamburg. Volgens mij sprong hij, of niet? Ja, voor mij pakte hij nog een klassering. Oh, dan was je 4 of 5, zeg ik. Ik heb hem niet gezien. Gaat naar nummer 6. Mireille Charisma, start nummer 6. Montoya Transair. De reddersoort. Ja, van stal PD. Zocht de laatste keer brutaal de aanval. Dat is ook een goed paard. Ja. En Montoya Transair gaat naar start nummer 1. Met Tom Kooijman. Nou, deze is ook groot, volgens mij. Montoya. Michael Way, debutant uit de stal van Stefan Schoonhoven. Ja, die staat hem geloof ik vrijdag bij aan te werken, maar ik heb hem natuurlijk weer niet gezien. En Michael W. gaat naar start nummer 2. Een mooi nummer voor de debutant. Ja, Maaike Brown. Frans Paard won een TCT-klassieker in Hamburg. Ja. De training van Arnold Mollema. En die komt op start nummer 3. Jamaica Brown op start nummer 3. Met Rick Ebbingen. Nou, er blijft er nog 1 over, denk ik. Blijft er nog 1 over. Smart Hill As. Van Roman Thomas Kamp uit training van Paul Hagoort. Wonderlijk klassieker in Berlijn. Ja. En die gaat dan op nummer 10. En dat klopt ook, want dat is het laatste nummer in de bak. Start nummer 10 voor Smart Hill As en Misha Brouwer. En Roelof, dan gaan we weer eventjes door het veld lopen. Derby selectie 2. Ja, dat wordt moeilijker voor mij. Nummer 1, Montoya Transair met Tom Kooijman. De 2, Michael W. met Stefan Schoonhoven. Ja. De 3, Jamaica Brown met Rick Ebbingen. Ja, die zie ik erbij. De 4 is voor mij eigenlijk de winnaar. Earl Vrijthout met Robin Bakker. De 5, Mystical Spel S, Dion Tesselaar. Moses 6. Boko, die heb geloof ik ook een beetje ongelukkig gekoers of zo. Ja, 6, Mireille Charisma met Danny de Dubbelde. Ja. 7, Moses Boko met Jaap van Rijn. De 8, Mario Flevo met Niels Jongejans. De 9, Miss Effect met Jeffrey Meerdas. En nummer 10, Smart Hill As met Misha Brouwer. Ja. En Roelof, wat denk je ervan? Ja, Pearl Vrijthout. Die heeft het meest complete indruk op jou. Ja, de rest ken ik eigenlijk niet zo, hoor. Misha Brouwer misschien, Smart Hill As. Maar die hebben ook een paar keer een fout gehad. Kijk, er zijn ook een soort die lopen in Duitsland. En Assis is niet, hè. Tenminste, ja, zo'n Smarto As en Jamaica Brown, die allebei zowel op Hamburg als in Berlijn veel indruk hebben gemaakt. Ja. We gaan het zien, Roelof. En het zijn allemaal merretjes en het zijn allemaal 2-jarigen, dus het kan zo weer een ander wezen. Ja. Want deze 2 derby-selecties waarvoor we nu geloot hebben, die worden verreden dus op nu vrijdag, 29 oktober. Ja. En na afloop van de 2 series mogen de snelst winnende winnaar mag als eerste een startnummer kiezen voor de finale. En vervolgens de 2e snelste. Vervolgens de tweede aankomende. Ja. Zo eigenlijk net een mooi systeem. Dat als je ook gestimuleerd wordt om het best te doen in de serie. Ja. Op het moment dat je een goed resultaat inzet. Dan kan je ook zelf een mooi nummer. Ja, dan kan je eigen nummer opzoeken. Ja, dus dat wordt heel interessant. Dat gaan we vrijdag allemaal zien. Ja. Roelof, ik wil je heel erg bedanken voor het meedoen aan de loting. Graag gedaan. En we zien jou graag vrijdag en we zien iedereen graag vrijdag of live hier op Victoria Park op de drafbaan of via de livestream van victoriaparkwolvenga.nl. En dan gaan we het zien welke paarden gaan winnen. Als het maar mooi weer is en de berichten zijn goed.